Het is vrijdag 21 november 2008 en we staan voor het hoofdbureau van politie in Hoofddorp, waar Gepke de Leef al een tijdje haar staking houdt. De gemeente heeft inmiddels laten weten via een brief ondertekend door burgemeester Theo Weterings dat zij niets meer voor haar kunnen doen. We hebben de brief aan Gepke laten lezen en vragen om haar reactie. Ik heb niemand van de gemeente gezien. Ik heb één persoon van de gemeente gezien die bood mij een containerwoning aan. En toen heb ik daarop gereageerd van ik ben hier een statement aan het maken. En ik heb niet 8 weken geleden mijn woning met alles erbij verlaten om nu in een container te gaan wonen. Na 24 jaar fulltime werken en geen enkele medewerking van de gemeente voor in zaken met het niet verkrijgen van de huursubsidie. Heb jij de brief inhoudelijk nu gelezen? Ik heb hem doorgelezen, ja. Ik ben er op het moment niet zo goed van geheugen. Maar wat me erg verbaast is dat ze nadruk leggen op de geestgronden. Met incidenten met de politie, met stalking en mishandeling en verkrachting ben ik bij de geestgronden terechtgekomen. Maar er is nooit sprake geweest van een IBS, dus ik ben nooit wel opgenomen geweest, maar nooit langer dan 3 dagen. Dus zeg je eigenlijk zelf van, ik ben niet gek. Ik doe hier gewoon een staking. Ik ben iets aan het duidelijk maken. Nou, niet gek. Iedereen dat zegt, zeg ik, heb jij ooit een normaal mens ontmoet? En beviel dat? Maar nee, ik ben niet gek. Het was niet gekker dan een normaal mens. Ik ben alleen voor rechtvaardigheid. Ja. En rechtvaardigheid is niet meer in Nederland. Want jouw zaak gaat eigenlijk over de aanpak van de politie een aantal jaren geleden. Het gaat over 2003, wat ik hier in dit cellencomplex met broedgeweld ben uitgekleed en broedgeweld vaginaal ben onderzocht. En geschopt en geslagen en 38 uur naakt in een isoleercel. En dat is, het is verder gaan escaleren. Ja. Door stalking door de politie van mij. En er zijn pogingen geweest tot brandstichting aan mijn huis en aan mijn woning. En de erfeniskwestie komt erbij. Ja, er zijn zoveel dingen bijgekomen. Ja. En de politie wil geen enkele aangifte van mij aannemen. Ondanks dat ze dat wettelijk verplicht zijn. Ja. Zeggen ze gewoon, dat doen we niet. En ik heb van een burger van een week gehoord. Die had met de burgemeester gesproken. En de burgemeester had gezegd van, ze heeft aangifte gedaan, maar ze heeft vergeten te ondertekenen. Nou, dat vind ik zoiets stoms. Want ik lig hier 10 meter van de ingang. En iedereen hier zegt, en zelfs de jonge agenten zeggen, wij willen wel aangifte opnemen. Maar we krijgen ruzie met boven en met morgen werkloos. De brief, als je die gelezen hebt nu, verandert dat nog je standpunt? Zeg je van, nou dan houd ik maar op met mijn actie? Nee, ik ben ermee begonnen. Ik kan er niet mee stoppen. Ik heb alles, ik ben mijn bedrijf kwijtgeraakt door de politie. Mede door Alex Auer, de voormalige wethouder. De man van de golfclub en van Hirondelle en van het financiële adviescentrum. Ik heb niks meer. Dus ik wil gewoon gerechtigheid, wat gewoon moet in Nederland. Als het nu gaat hagelen, we staan op het punt, volgens mij op een hagelbui, maakt dat nog wat uit? Nee hoor, vannacht had ik ook onderkoelingsverschijnselen en de agenten rondom hier die hadden alleen maar lol dat ik lag te trillen en zeiden hahaha. Heb jij nog wel iemand gezien trouwens die dat komt controleren? Want dat staat in de brief, hè, dat ze dat komen controleren. Nou, de eerste week hebben ze me elke nacht om de 2 uur wakker geschopt. Daarna werd het wat minder omdat het weer wat slechter werd, toen zag je ze niet. En ook nu vannacht alleen zag je ze alleen omdat ik was door en doorweekt. En toen hadden ze de grootste lol. Maar het ligt aan het weer of ze komen. Als het slecht weer is, dan zie je ze meestal alleen bij de deur staan. En als het gewoon droog is, dan staan ze met de auto of ze staan met de motor naast me lawaai te maken. En zo onder het mom van, leef je nog? Ja. Okay. Mogen we jou dan nog veel succes wensen met deze winterse omstandigheden? Ik zou hem graag voortzetten op de Bahama's.